Dit is meneer Tom Haring, de leraar is van de Shakuriki Club in Amsterdam. U hebt dus enige van zijn leerlingen gezien. De belangrijkste leerling van het ploegje wat u net hebt genomen is eigenlijk Saskia op het ogenblik. Dus niet de belangrijkste leerling, maar die is het belangrijkste gevechtmaak. En ik wou dus graag een antwoord van hem en desnoods een vraagje over zijn idee, hoe het gevecht zal verlopen. En zijn visie op dit gevecht als het mogelijk is. Het eerste waar ik dus wil vragen, wat denkt u dus zelf van de kansen? Nou, zoals dat meisje heeft natuurlijk ontzettend veel wedstrijdervaring. Ik heb het toen ook zien vechten in Thailand. Dat is net wat je toen leerde in het interview zei. Het is net een jongetje, verschrikkelijk hard. Vooral op clinchgebied, trappen, ze doet niet onder voor een jongen. Maar ja, zes kennende. Ze heeft niet zoveel wedstrijdervaring, maar ze traint met de wedstrijdjongens in de school mee. Ze is ontzettend hard. Haar pijngrens ligt al veel hoger dan menig meisje in Holland. En ze is erg gemotiveerd, ze bokst erg goed. Dus ik geef zeg maar 60-40 voor Saskia dit keer. Het volgende. Wat denkt u waar de grootste belangen van Saskia van afhangen? Van de inzet en van de handen of van de beentechniek eigenlijk? Ten opzichte van Chocha, die eigenlijk bekend is dat ze heel erg hard trapt en heel erg snel en goed is met de clinchwerk. Maar minder technisch met de handen. Ja, het is dus zesde beste punt zijn dus de handen. Maar ik ga ervan uit, het is een thuiswedstrijd en dat meisje komt uit Thailand. Kijk, in Thailand is bijna niet te winnen, maar hier in eigen land, voor eigen publiek en het klimaat en alles eromheen, dacht ik met zes toch wel de kans heb. Vooral met de bokstechniek. Zeg, bedankt voor het interview en veel succes met je leerlingen, vooral met Saskia op 20 september.